Zo, goedemorgen. Het is 6:30 en ik lig al 2 of 2,5 uur wakker. Dus ik dacht, fuck it, ik ga er wel gewoon uit. Maar ik slaap nog, dus ik moet een beetje zachtjes doen. Ik ga maar werken of zo. Doe jij je haar even goed? Dan blijf ik even zo zitten. Met wat, Nou, ik heb inmiddels een vlog geëdit. Het is 9:30 of zo. En we doen even gezellig een kopje koffie. En ik heb een nieuwe lokroep geleerd voor Ramon en Boter. Ja, het werkt fantastisch, zoals je ziet. Top content. We eten dit. Max heeft het gemaakt. Vinden jullie het lijken? Waar zit Tauge? Welke Tauge? Er staat hier Tauge. Nee. Oh. Vandaag is een spannende dag voor de politiek. Een bijzondere dag. Want het kabinet is zojuist gevallen. En dat is op zich natuurlijk een kleinigheidje in vergelijking met het andere nieuws van vandaag. Namelijk dat ik, Marije van der Made, jury ben voor de zoektocht naar de minister van de nieuwe economie. Dat is een zoektocht samen met MVO Nederland, dus Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Nederland is een organisatie en zij gaan dan samen met degene die dus wordt gekozen als de minister van de nieuwe economie, gaan zich inzetten in de politiek voor, onder andere duurzamer ondernemen, transparanter ondernemen, inclusiever ondernemen en nog een aantal belangrijke dingen die hoog nodig zijn in de nieuwe economie, of in de economie, in de politiek. Dus dat is heel tof. Vandaag gaan er dus 21 mensen, geloof ik, of 16, ik weet even niet meer. Gaan mensen pitchen via Zoom. Ik wijs, daar is mijn laptop. Bij mij en nog een aantal juryleden, waaronder Jan Terlouw. Wie kent hem niet? En wij moeten dan beslissen wie er doorgaat in de top 3. En dan komt er uiteindelijk nog een finale. Dus dat is leuk, dus daar ben ik vandaag mee bezig. Zoveel kwartier, ik moet me klaarmaken. Ja, ik vind het heel leuk dat ik gevraagd ben als jurylid. Want ja, het is toch ook weer een beetje bijdragen aan een duurzamer Nederland. Ja. Ja. Overigens, dit hele verhaal van het kabinet dat dus gevallen is, is wel echt een heel belangrijk ding. Het is gevallen vanwege dus toeslagenaffaire. Google het even als je dat compleet hebt gemist. Want het is echt wel heel erg belangrijk. En het is dus super belangrijk dat we op 17 maart met z'n allen naar de stembussen gaan. Echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En zeker, ik snap dat het heel moeilijk is om te kiezen, maar daar heb ik een boekje voor. Want niet iedereen weet waar moet ik nou op stemmen? Want al die moeilijke vragen en die stemwijzer, daar word ik ook niet veel wijzer van en dat snap ik ook niet. En ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. En ik herken dat in ieder geval. Ik had dat ook heel erg. Dan vulde ik wel zo'n stemwijzer heel braaf in. Maar dan wist ik vervolgens bij God niet hoe ik dat moest antwoorden. En dan kwam er partij uit dat ik dacht van ja, ik weet ook niet of dit nou helemaal mijn ding is. 50 plus. Nee hoor. Dit boek is echt een dikke tip. Van Titia heeft hij geschreven. Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En het is een super dun boekje. Rees je zo doorheen. Heel leuk geschreven. Heel leuk. Ik moet op mijn articulatie letten. Heel leuk geschreven. En dan leer je gewoon super snel hoe je het best kan stemmen. En ook gewoon hoe het nou een beetje in elkaar zit met de politiek. Want het is, ik bedoel, ik wist tot voor kort ook niet precies hoe het zat met coalitie en oppositie en weet ik veel het allemaal. En Eerste Kamer, Tweede Kamer, wie zitten daar nou ook weer helemaal precies in? En wat is het verschil? Doe maar, Ramon. Nou, ik ben helemaal bij het ademen ervan. Het is 6:15. Het was heel leuk, het jureren van de minister van de nieuwe economie. Heel veel toffe mensen, toffe pitches, inspirerende ideeën. Binnenkort is de finale, dus dan moet de winnaar worden gekozen. Benieuwd hoe dat verder gaat. Ik heb echt knettertje veel honger. Dus ik ga denk ik gewoon iets van restjes maken dat snel klaar is. Want ik heb zo geen zin om nu een uur lasagne te gaan staan bakken. Ja. Nasi, overgebleven groenten, PCT-saus erbij.
Nou, zie hier het welbekende prutje. Het lievelingsgerecht van menig moeder. Noord-Hollandse moeders? I don't know. Ik weet niet of het Noord-Hollandse is, maar mijn moeder zei altijd prutje als het ging om restjes en zo. Het lijkt nogal veel voor één persoon, maar niet dat ik me wil verantwoorden. Maar het is vooral groente. Dus dat betekent veel massa, weinig calorieën. En ik heb vet honger! Het is 7 uur. Oeh. Oh, ik dacht even dat ik op kat ging staan. Het is 7 uur. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Ik ga mijn telefoon wegleggen. En ik ga echt ultiem chillen. Dus ik ga ook de vlog afsluiten. Maar en niet voordat ik weer een duurzame tip van de dag geef. En deze keer is dat reliving. .nl. Daar koop je echt de meest vette tweedehands meubels. Ik heb er zelf ook al best wel wat gekocht. Die tafel komt er vandaan. Die stoel, dat tijdschriftrekje, de bank. Ja, er zit nu een kleed over omdat de kat hem anders helemaal openhalen. Oh, het kleed ook. Bedankt voor het kijken en zie je morgen. Doei!